oh, wat ga ik af. Nee, ja, of ik, hè. Oh, ja. Mitch Wolterink, niet genomineerd voor zijn rol in Pretty Woman. Het ensemble van De Mol en de Paradijsvogel, ook niet genomineerd. Het geluidsontwerp van Mamma Mia daarentegen wel. Elk jaar roept de lijst nominaties van de Musical Awards vragen op. Maar niet getreurd. Altijd een paar weken na de uitreiking weten we de helft van de winnaars niet meer te noemen. Wij gaan naar de lunch van de genomineerden. Ik ben echt heel erg vereerd, Frans. Je zegt het 10 jaar terug. Ik weet nog ons interview in het M-Lab. Daar speelde ik een solo voor 20 mensen. Als Harry de Houthakker, ja, of zo. Wat goed. Ja, als Harry, ja. Nou ja, nu is het de Heilige Antonius. En ik ben enorm trots dat ik een nominatie heb gekregen. Ook voor een vakprijs. Dat het niet publiek is. Dat is altijd mooi en te gek. Alleen nu heeft een jury je werk gezien en beoordeelde als goed. Dat heeft me echt wel... Nou ja, ik was op vakantie. Ik zat op een strandbedje. Ik werd gebeld. En toen, ik heb even een traantje gelaten. Echt, het heeft me geraakt, want je weet hoe erg mijn hart klopt voor theater en hoe hard ik werk en ik wil het graag goed doen. En als je dan wordt beloond voor zoiets, dat heeft me echt wel geraakt. Alex, voor jou is dit routine geworden, want volgens mij heb jij in de Klaassen Mansion 6 Musical Awards al. Er staan zes Musical Awards in mijn net nieuw gebouwde werkkamer. Ik heb echt een werkkamer gebouwd om die Musical Awards eindelijk eens een keer kwijt te kunnen. Jij bent zo'n acteur die een shrine, een altaar heeft voor zichzelf. Nee, die werkkamer moest toch gebouwd worden. En toen dacht ik, dat kan ik net zo goed. Eindelijk eens een keer die Musical Awards een echt goed plekje geven in plaats van op het toilet. Als ik het iemand gun, een award nominatie, is het 1. Martijn Cardol voor Ver van je Bed. En jou in Jesus Christ Superstar. Wat een geweldige prestatie. Ja, heel bijzonder. Ik vind het sowieso heel bijzonder om met Alex en Edwin genomineerd te zijn in deze categorie. Dus heel uniek om dit mee te mogen maken. Ik kan die rol dromen. En toch presteerde jij het om er iets verrassends aan te geven. Ik kan het niet echt omschrijven. Nou, wat lief, dankjewel. Ja, ik heb mijn best gedaan om er iets anders van te maken dan bij Grease bijvoorbeeld. Gewoon heel bijzonder om dit te mogen spelen. Zeker. Wat waren je instructies? Wat gaf Ivo je mee waar je heel veel aan hebt gehad? Ik denk het voornaamste noot die ik heb gekregen die me bij is gebleven is dat ik een giftige slang moest spelen. En dat je nooit wist wanneer die ging toeslaan. En ik denk dat ik dat wel heb proberen te vertalen naar een soort fysicaliteit en handelingen die een soort onderkoeld is en dan opeens kan toeslaan. Dus ik denk dat ik het daar het meest aan heb gehad. Alle gekheid op een stokje. Jij weet van je 4 minuten. Natuurlijk 3 minuten een geweldige performance te maken. Iedereen heeft het over je. Dat kan ik jou vertellen en dat weet je volgens mij wel. Nou ja, ik vind het wel heel leuk dat het zo is afgelopen. Ik wist van tevoren helemaal niet dat Ivo met de rol wilde, met King Herod. En het is natuurlijk normaal altijd een beetje de komische noot in Jesus Christ. Maar hij zei, ik wil er iets anders mee. Ik werd op een nacht wakker en ik dacht, die folterscène uit Reservoir Dogs, dat moet het zijn. Hij zei, ik wil eigenlijk dat je zo vriendelijk mogelijk opkomt. En dat je als een sadist en een tiran afgaat. En dat is allemaal binnen 3 minuten. En dat is gelukt volgens mij. En ik vind het waanzinnig leuk om te doen. En dat zit hem in dat ene geniale moment dat je een mes pakt en een soort vivisectie op Jezus toepast. Ja, het stukje vlees scalperen uit zijn borst met heel veel bloed. Dat is het moment waarop toch al 2 mensen kotsend de zaal hebben verlaten. En eentje ook nog met een epileptische aanval. Dus er gebeurt wel wat in het publiek. En gniffel jij dan? Nee, ja, met kotsen wel. We hebben echt één iemand gehad die langs de superseats naar achter de superseats liep. Waar volgens mij Richard Spijkers en Stijn Broesman zaten.
gasten. En die hebben gewoon live een enorme kotstraal voor hun neus meegemaakt. Dat was wel heel bijzonder. Nee, ik geniet van het niet. Ja, ik vind het wel... vond het wel heftig eigenlijk. Maar ik dacht wel, nou, dan werkt het wel. Toch heb jij als geen ander weten te relativeren. Je kent ook de keerzijde. Ja, zeer zeker, ja. Wat heb je ooit verteld? De ene dag sta ik op een rode loper, de andere dag sta ik in de garderobe jassen aan te pakken. Ja, precies. Nou ja, zo is het wel. Ik ben een moeder, ik heb twee kinderen. Ik heb een huis die ik moet betalen. Dus ik ga nou niet lopen zeggen van gezellig niet werken. Gewoon werken, dat is goed voor mijn kinderen dat ze het zien. Het is goed voor mezelf, het houdt me wakker, het houdt me levendig. En dat wordt ook gezien. Dat is gewoon, ik ben gewoon een keiharde werkster, ik ben geen grande diva. Waarvan je soms zou kunnen denken dat ik me zo zou kunnen uiten of mensen het zo zouden kunnen zien. Nou, ik ben verre weg van dat. Ik ben gewoon, laat mij maar gewoon keihard werken. Toch wilde ik weten, toen jij kaarten scande bij de show van Fred van Leer en je kwam thuis en je zag je twee musical awards. Hoe pijnlijk was dat? Nou, het is niet pijnlijk. Het is je realiseert je eigenlijk dat zo is het leven dus. De ene keer ben je daar en de andere keer moet je gewoon het op een andere manier oplossen. Het is alleen pijnlijk niet. Het is soms een beetje lastig als mensen jou herkennen en zeggen, hé, maar dat is even cool. Oh, ik ben zo'n grote fan van jou. Oh, ik heb dat en dat. Wacht, met je op de foto. In die tussentijd sta ik dan inderdaad gewoon kaartjes te knippen. En dat moet je een plek geven. Ja. Maar als je dat eenmaal hebt gegeven, dan ga je er gewoon iets leuks van maken. Ja, ja, ik bedoel, ik wil je mijn bankrekening geven. Dan mag je daar elke maand mag je er wat op zetten. Hartstikke fijn. En dan nog zou ik blijven werken. Ja, nou, ik vind het fijn dat je in een opwaartse spiraal weer zit. Nou, ik denk wel dat je soms moet je weer even terug om weer naar boven te gaan. Ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen heel goed is. Realiseren dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Voel jij je niet schuldig ten opzichte van je concurrenten in de bijrolcategorie? Zo'n Martijn Cardol hier, die staat daar anderhalf uur op het toneel. En jij 3 minuten. Nee, ik voel me niet totaal niet schuldig, zeg. Nee, zeg. Ik heb na al die jaren degene zijn geweest die het langst op het podium stond. Terwijl de rest lekker in beneden in de kleedkamer toosjes aan het smeren was. Ben ik blij dat ik eindelijk ook een keer een boek kan lezen in de kleedkamer. Persoonlijk vind ik dat jij in de verkeerde categorie bent genomineerd. Is het zo? Ik vond jou aanstormend talent. Maar volgens mij moet je daar 25 jaar of jonger voor zijn. Ik ben bang dat ik daar veel en veel te oud voor ben inmiddels. Is het niet een misvatting dat je alleen maar aanstormend kan zijn als je jong bent? Kijk naar jou. Ja, ik had het ook helemaal niet verwacht. Ik had hem überhaupt niet verwacht, de hele nominatie. Maar als het dan ik wist ook niet van die leeftijdscategorie. Want het is het allereerste dat ik ooit doe. Dus dan zou je denken aan stormend talent. Maar nee, is een gepasseerd station inmiddels. Het is veel te oud bevonden. Je zit hier aan de aanstormende tafel. Ja, zo zeggen. De kindertafel. Ja, nou, maar voel jij je een concurrent van Sam en Machtel bijvoorbeeld? Nee, want Sam is ten eerste mijn klasgenoot. Oh. Dus dat is sowieso gewoon pure liefde. Ja. En Machtel en Lisa School, Machtel de Laat en Lisa School, ik kijk ook gewoon naar hun op. Heel veel respect voor hun. Dus ik gun het iedereen. Toen jullie nominatie bekend werd gemaakt in Tijd voor Max, vond ik jou zo secundair reageren. Terwijl, ik dacht even, komt het wel aan bij onze Martijn? Het kwam helemaal niet aan. Dat heb je goed gezien. Nee, omdat het ook zo... Ik heb de hele tijd ook een beetje gedacht, is dit echt? Dat heb ik echt want ik... Banana Split bestaat niet meer. Dus. Nee, maar we zaten wel een beetje zo te denken van, hè? Serieus? En voor ons dan allemaal. En iedereen. Ja, daarom. Ja. Dus het voelde bijna alsof we een beetje in de maling werden genomen. En later, toen we ook een mail kregen met van harte gefeliciteerd en zo. Toen begon het langzaamaan een beetje te landen. En inmiddels ben ik, ik aan het idee gewend. Anouk, jij bent het gezicht van Nanook, een spraakmakend productiehuis. Wat me opvalt, jullie willen maken brave new musicals. Nou, dan denk ik aan
Shakespeare, The Tempest, Oh Brave New World. Oké, nou, leg ze dat maar op, ja. That has people, that such people in it of zo, wat zegt Miranda in The Tempest. Oh, je weet niet eens waar je het vandaan hebt. Nou, ik heb het niet daar vandaan. Oh, waar heb je het dan vandaan? Ja, uit mezelf. Oh, vertel. Nou, het gaat... Wat zijn Brave New Musicals dan? Oh, wat ga ik af. Nee, of ik, hè. Oh, ja. Nou, voor mij staat Brave voor liefdevol iets aankaarten, openbreken. Dus ik gebruik thematieken die spelen nu in de maatschappij. En dat doe ik, daar wil ik graag verhalen over vertellen. Ja? Via mijn lievelingsvak musical. Ja. Het gaat nadrukkelijk niet omdat klassiekers niet goed zijn. Maar ik wil gewoon heel graag hedendaagse relevante musicals maken met nieuwe mensen. Ja, precies. Toch wel even vragen. Les Miserables is dan voor jou niet relevant genoeg? Goeie vraag. Nee. Nee, dat is ook relevant. Maar dat is denk ik echt net een andere tak van sport, denk ik, in de musical. Dus daar kan ik heel erg van genieten. Maar A kan het zelf niet maken, want het is al gemaakt. Ja. Dus nee, dat is denk ik gewoon anders. En net zo relevant, maar in een ander vakje. Ver van je bed. Dat moest een musical zijn met uitspraken over de wereld van nu. Laten we het zo zeggen. Vond je het niet moeilijk om al die thema's te zaaien in je stuk? In de anderhalf uur die je had? Ja, dat is vreselijk moeilijk. Ik bedoel, er zijn te veel thema's nu spelend in de maatschappij. Waar ook, nou, je noemt de woningnood al en dating. Maar dat zijn maar twee themaatjes. Het gaat mij om het neerzetten. Hoe plant je die dingen in zonder dat Frans Wolraben gaat denken, oh ja, dat moest er ook nog in. Ja. Nou, een goede vraag. Ja, ik weet niet wat jij er allemaal uit hebt gehaald. Dat is natuurlijk een beetje aan het publiek. Maar kijk, je probeert er natuurlijk zoveel mogelijk in te gooien. Of tenminste niet zoveel mogelijk van nou, alles moet erin. Maar we wilden wel echt een tijdsbeeld neerzetten van de maatschappij van nu. Met een doorsnee Nederlands gezin wat echt over nu gaat. En niet dat je denkt, oh ja, dit had ook 20 jaar geleden gemaakt kunnen zijn bijvoorbeeld. En volgens mij is dat wel gelukt. Maar we hebben lang niet alle thema's erin gekregen die nu allemaal spelen in de maatschappij. Maar ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Maar dat betekent dat we nog veel meer voorstellingen moeten maken eigenlijk. Waar dat dan weer allemaal... Dat wij het gesprek gaan voeren naar aanleiding van hoe ontlok je door middel van een musical een gesprek? Nou, ik heb tot nu toe dus twee conceptmusicals gemaakt. Wat dus betekent dat de thematiek centraal staat en niet één hoofdfiguur. Precies. Vorige keer bij Lokroep We Too. Ja, precies. Dus dat ging over Me Too. En Melk gaat eigenlijk over moederschap. Ja. En ik wilde daar het gesprek openen over hoeveel soorten moederschap er zijn. En voor beide roze wolk. Dus door heel veel verschillende situaties te laten zien. Dus je volgt niet één figuur, maar je krijgt heel veel songs over verschillende situaties. Ga je daarna, denk ik, snel met elkaar in gesprek, omdat die thematiek zo naar voren komt. Tenminste, dat hoop ik, hè? Ja, en dan sla je de spijker op de kop. Je komt met een aantal scènes. Je vertelt niet één verhaal. Nee. En dat zeg je tegen mij, die dol is op één verhaal, één locatie. Dat snap ik ook. Ja. Dus ik zeg ook niet dat ik dit altijd blijf doen. Dus dat is wat ik tot nu toe, waar ik ook gewoon van hou, snel monteren. Maar het kan zijn dat de volgende keer er wel één hoofdfiguur gevolgd wordt. Je begrijpt dat je met Melk heel veel van mij vraagt. Ja, dat snap ik wel. En ook van iedereen en van onszelf natuurlijk. Nee, dat snap ik heel goed. Maar waarom kies je voor verschillende scènes? Ja, omdat ik denk dat die thematieken zoveel kleuren in zich hebben en zoveel nuances. En dat wil ik graag ten tonele brengen. Ja. Het is met één verhaal niet verteld. Ja, eigenlijk wel. En er ligt zoveel nuance en gesprekken waar we het niet over met elkaar hebben. Dat ik dat graag, door letterlijk het een podium te geven, dat gesprek wil overbrengen. Geruisloos ben jij een vast gezicht geworden in het Nederlandse musical landschap. Ja. Al 13 jaar doe ik de sprookjes, dus dat is al best een lange tijd en ik geniet er nog steeds heel erg van, dus ik ben niet weg te slaan. Ben je ontdekt door Michael van Hoorne, de producent van Hoorne? Ja, ik heb me toen aangemeld. Zo, het lijkt me heel erg leuk om musical te doen, want ik kwam uit de popmuziek en ik had kinderprogramma's gepresenteerd en ik wilde wel iets anders doen, dus ik had bij hem aangeklopt toen hij net zich aan het ontwikkelen was in dit wereldje.
En hij is nu zo groot geworden, maar dat terzijde. Maar in ieder geval kon ik meteen in Klein Duimpje de musical spelen. Met Geert Hoes als Klein Duimpje. Dus dat was de allereerste. En elke keer ben ik gewoon weer gevraagd. En ik vind het superleuk om te doen nog steeds. Ten slotte, je gelooft in het collectief. Ja. Oh ja, dat is toch nog wel iets. Oh ja, dat deed hij ook. Dat doe ik ook. Daar geloof ik heel erg. Dus ik werk steeds in schrijversteams. En de acteurs hebben heel veel inspraak. Dus ik geloof heel erg in de kracht van een collectief. En letterlijk meer stemmigheid eigenlijk. Maar geloof je niet in het genieschap van enkelingen? Ja, ook wel hoor. Ja? Ja, dus ik zeg niet dat ik dit altijd blijf doen. Maar ik... Andrew Lloyd Webber? Ja, nou ja, dat is natuurlijk te gek. Ja, ja. Maar dat is een genie ergens, toch? Dus maar ik denk voor het ding wat ik tot nu toe heb gemaakt is juist omdat je die verschillende verhalen vertelt belangrijk dat je een groep hebt waarin die verhalen geborgd zijn en die dat snappen of weten of daar ook echt iets over kunnen schrijven. Of, snap je? Gefeliciteerd natuurlijk, ook Lisanne. Wat me opviel, jullie decor heeft het formaat van een postzegel en jullie staan daar met tientallen. Hoe moeilijk is dat gegaan? Wanneer was de eerste repetitie zonder struikelen we over elkaar? Nou, dat is eigenlijk uiteindelijk best wel snel gegaan. Ik bedoel, Chiara heeft bijvoorbeeld hele mooie dingen gemaakt. En daar hebben we in het begin van het repetitieproces goed ook rekening mee gehouden. Met de hoogtes en de trappetjes. En om daar een goed gevoel in te krijgen en de afstanden te maken. Van ja, trapje op, trapje af. Hier sta je weer beneden. Daarin is gewoon een hele mooie balans gevonden. En nou ja, de eerste repetitie dat we niet vielen. Ik denk dat we al de eerste of de tweede was. Dat ging hartstikke snel en dat ging heel goed. Nou, je moet tevreden zijn met 9 nominaties. Nou, ik ga helemaal in mijn stekker. Ja. Heel blij. Ja, nou, ja. Welkom in Musicalland. Ja, dankjewel.